Alright. Alright. You ready? Ready. I'm ready too. Leuk dat je het vraagt. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Yes, want deze video staat in het thema over alles over de eerste keer. Want de reactie van vorige week was namelijk de eerste keer seks. Dus leek ons leuk om gewoon een soort van thema erover te maken van eerste keer. Wij hadden via Instagram story aan jullie gevraagd of jullie al jullie eerste keer vragen naar ons zouden opsturen. En dat hebben jullie toppers weer massaal gedaan. Liefde naar jullie. Heb je dit nou totaal gemist, dan volg je ons waarschijnlijk niet op Instagram. Je kunt ons volgen op Instagram met Melanie Koster en Lisa Koster. Dan zie je gewoon altijd zulke dingen voorbij komen. En dan kun je de volgende keer ook gewoon reageren. Wil je nou voor de volgende keer het onderwerp bepalen? Dat kan. Laat jouw reactie hier beneden achter met een onderwerp. En misschien komt jouw reactie wel in de nieuwe video. Don't touch my boobies! Vergeet vooral niet te abonneren op ons kanaal. Dan zie je elke week gewoon een video verschijnen. En let's move on to the video! Hoe was het om voor de eerste keer een vriendje te hebben? En dan een serieus vriendje. Ik vond het vooral heel spannend. Ik was 15, 16 dat ik mijn eerste vriendje had. En wij waren allebei best wel anti-vriendjes. En niet anti-jongens, maar we vonden gewoon niet dat we een vriendje op die leeftijd moesten hebben. Maar je had er wel een. Maar ik had er wel een. Ja, uiteindelijk gebeurt dat gewoon op een gegeven moment. Die relatie was een jaar, anderhalf jaar? Ik weet het niet meer. Sorry als je kijkt. De eerste keer vond ik het echt heel spannend. Omdat je, ja, het is toch, ik weet niet. Het is toch de eerste keer. Als ik daarover nu op terugdenk, dan hebben we volgens mij echt bijna niks gedaan. Oh, maar dit is zo erg. Kijk. Mijn eerste echte vriendje was toen ik 17 of 18 was. Ik vond dat heel spannend. Ja, ik weet het wel. Ja. Ik haat het ook om te daten. Dus dat vind ik nog steeds. Om met iemand af te spreken, ik kan dat gewoon niet. Volgens mij zat ik toen al in mijn tweede relatie. Ja, zij zat al in het... Ja, ik ben gewoon een beetje later daarin of zo. Het is helemaal niet erg, hè? Nee, het is niet erg. Iedereen moet zelf bepalen op welke leeftijd die het wil doen. Al zou ik wel zeggen, geniet even lekker van je jeugd. Vrijheid. Ja, ga niet meteen op je 12e een echt serieuze relatie doen. Nee. De eerste keer eindexamen. Oh, ik was zo... Oh, wist je nog? Ik had toen een hersenschudding. Oh ja. Wij zaten op het VMBO en we hadden als keuzevak zorgenwelzijn. Yeah. En we moesten daar ook eindexamen in doen. Ja, dan moesten we gaan koken. Schoonheidssalon, moesten haren wassen. Nagels doen. EHBO iets doen. Maar ik weet nog wel, ik was zo ziek. En toen moest ik mama make-up doen. En ik stond te janken daar. Ik stond echt zo, daar gaat mijn toekomst. Ik zat mijn moeder de make-up te doen. En ik zat maar te huilen. Ik zei, mam, ik voel me zo niet lekker. Ik zeg, mam, ik ga zakken, ik ga zakken. Ja, het was gewoon super simpel om te slagen. Omdat je zoveel spanning hebt en je denkt van, dit moet ik nu halen. Terwijl er zoveel meer moeilijke dingen aankomen na die examen. Het examen, je moet gewoon jezelf voorbereiden en je gaat het gewoon halen. Kijk, als je nou 4 jaar lang niks hebt gedaan, ja, dan wordt het moeilijk. Maar als je gewoon op hebt gelet tijdens de les, dan ga je het echt gewoon knallen. Ja. Wanneer was de eerste keer dat jullie alleen zonder ouders op vakantie gingen? Onze eerste keer was meteen vrij heftig eigenlijk. We gingen meteen buiten Europa en we gingen met z'n tweetjes naar Amerika toe. Zo vet. Ja, zo want vet. We gingen voor 3 weken. Ja, we gingen voor 3 weken naar Amerika toe, naar Alabama. Want daar hadden wij familie, of daar hebben wij familie wonen. Ja, daar gingen wij dus naartoe en daar gingen we voor 3 weken vakantie. Weet je nog hoe onze vlucht was? Ik kan me er niks meer van herinneren. Oh. Ik weet wel dat ik geen oog dicht heb gedaan. Oh, ik weet nog wel dat we op Schiphol hadden we toen geld gehaald. En toen hadden we allemaal foto's van maken in het vliegtuig. Dat was zo cool, die dollar. Ja, oog. Maar hoe oud waren wij toen? Dat is ook wel. 16, denk ik. Want wij mochten toen drinken en in Amerika. We waren volgens mij 16, 17. Hoe was jullie eerste keer zoenen? Oh, ik weet dat nog. Echt precies gewoon. Met mijn eerste vriendje. Mijn eerste zoen, ik weet nog wel. We hadden toen nog geen relatie vast. In ieder geval, ik ging afspreken met hem. Het was bij een steiger, het was mooi weer. En toen ging ik daarheen. En toen wilde hij dus met me zoenen. Maar... Hoe vroeg hij dat? Nou, niet. Oh. Hij deed gewoon de eentje, maar... Maar hij is zijn hoofd dichterbij. En ik zat echt zo... Ik zat zo... Nee, nee, ik wil niet. Zo, oké, jij komt dichterbij. En ik zo... Ik deed echt dat. En toen ineens gebeurde het dus. En dat vond ik zo niet fijn. Ik dacht echt van, oh my god, dit wil ik echt niet. En wat ben ik aan het doen? En oh mijn god. En ik weet nog wel, toen ben ik naar heel hard naar huis gefietst. Want hij wilde nog dat ik met hem mee ging naar huis en wilde afspreken. Of in ieder geval iets ging doen. En toen ben ik heel hard naar huis gefietst. En toen heb ik het tegen jou gezegd. En jij zei, oh, hoe was het dan? Hoe was het dan? Oh. Ik had toen nog, volgens mij nog, ik had toen nog nooit gezoend. Ja. We waren toen op een feestje. En ik was wel met een jongen een beetje aan het berichten of zo. Een beetje aan, via social media of via Facebook aan het praten. En we waren op een boerenfeestje. En ik zat op een tractor. Door. En op een gegeven moment werd ik eruit gesleurd, dus door die jongen. En ik werd gewoon vet random, waar iedereen bij stond, op mijn bek gepakt. Maar ik was er niet bij. Was je er niet bij? Volgens mij niet. Ik dacht echt van, waarom nou weer zo? En het was met kauwgom.
eerste keer zelf jouw kleding shoppen? Het was hier zeg maar in het dorp. Was het zo, als je voor het eerst voor jezelf je kleding mocht gaan shoppen, gingen we hier naar de stad in Den Helder? Oh ja, pakten we de bus of nee, gingen fietsen inderdaad. En dan in de stad hier in Den Helder heb je echt letterlijk niks. Je hebt één H&M en een paar winkels. En dan gingen we echt uren daar lopen. Dan gingen we dingen kopen. Gingen we heel veel kleren pakken en dan in de pashokjes aandoen en foto's maken. Ja. Kochten we uiteindelijk al niks. Nee, ja, maar één dingetje. Één ding. En dan waren we dan helemaal blij. Oh, we hebben iets zelf gekocht. Ja. Wanneer was jullie eerste concert en bij wie was dat? Nou, Justin Bieber. I say Justin. You say Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. You say one. I say time. One time. Oké, ja, zo gebeurde dat. Ja. We waren diehard fans van Justin Bieber. Echt ontzettend fan. Dan was er bijvoorbeeld een livestream om 4 uur 's nachts. En dan gingen wij onze wekker zetten. Of we bleven de hele nacht op om een livestream te kijken van hem. Dat hij bij een radiostation was. Ja. Toen was hij nog niet zo groot. Ja. Dus dan, toen was het nog makkelijk om een reactie terug te krijgen. Bijvoorbeeld. Ja, we vonden het gewoon heel leuk om hem te volgen. We zijn echt naar alle concerten van hem geweest. Zelfs toen we niet meer echt diehard fan waren, vonden we het gewoon ook leuk om heen te gaan. Ja, dat was wel de laatste keer dat we heen gingen. Ja. Maar vorig jaar Pinkpop was hij er ook. Het blijft leuk om zeg maar hem te zien. En we hebben hem echt een soort van zien opgroeien. Ja. Naar een soort van level waar hij nu een beetje fucked up gaat. Nee. Maar toch best wel cool om te zien dat zo'n klein jochie van 16 of 14 of hoe oud hij ook was, nu zo groot is geworden. Dus dan... Ja. Onze eerste keer seks. Eerste keer seks? Ja, ik weet het niet meer eigenlijk. Maar ik weet nog wel. Volgens mij was het gewoon echt prima. Niks negatiefs aan of zo. Maar het doet wel pijn. Ja. Dat wel. Best wel veel pijn. Ja, het is gewoon alsof er iets... Nou. Jezus, Lisa. Het deed dus best wel veel pijn, maar dat komt gewoon meer omdat je lichaam het niet gewend is dat daar ineens iets naar binnen gaat, zeg maar. Dit is gewoon een serieus onderwerp, stop. Ik zie je met dit doen. Dus ja, het kan dus pijn doen, maar ja, dan moet je misschien zelf gewoon een klein beetje overheen zetten. En gewoon heel voorzichtig doen. Dat je gewoon met degene waar je het mee wil gaan doen, gewoon goed, ja, niet overleggen, maar goed bespreken van oké, of het wel of niet pijn doet, rustig aandoen. En dan vanzelf weet je lichaam daar steeds meer aan en dan doet het geen pijn meer. Nee. En het kan ook zo zijn dat het bij jou misschien helemaal geen pijn doet. Nee, dat kan ook, ja. Bij mij deed het ook pijn, bij de eerste keer. Het was niet vervelend ofzo, of dat je niet wou stoppen of dat je het niet kon handelen. In ieder geval, je lichaam moet er dus aan wennen en het komt vanzelf helemaal goed. Als je nu in paniek krijgt bij de eerste keer van wow, what just happened? Dat gaat vanzelf weg. Dan heb je niet. Nee, het gaat echt weg. Hoe voelde het dat jullie voor het eerst herkend werden? Ik weet wel, ik heb het nog steeds. Ik vind het heel raar. En ik snap ook niet waarom jullie me met de foto willen. Ja. Maar ik vind het ook heel leuk. Ik denk nog wel dat we voor het eerste keer dat wij echt dachten, oh my god, help, hoe staat die foto? En dat we ook echt alles teruggekeken, doen we nog steeds. Ja. Maar het was gewoon heel bizar, denk ik. De eerste keer dat we bij de gathering, tenminste toen we best wel groot waren, ja, best wel populair, zeg maar, in het YouTube-wereldje waren. En dat we toen bij de gathering kwamen, toen hing er zo'n hele grote poster van ons met z'n tweeën. En wij dachten echt van, shit, we hebben het gemaakt. We hebben het gemaakt. Shit got real. Nee. En toen hadden we onze meet and greet na. En er stonden rijen vol met meiden en met jongens. God. Dat is echt 2013. Waarom willen mensen ons ontmoeten? Maar dit is echt 2013. Dat is gewoon bijna 5 jaar terug. Ja. Hoe was jullie eerste break-up? Oh, nou, mijn hemel. Die van mij was best heftig. Ja, maar jij had het wel uitgemaakt. Ja, maar ik heb net al mijn vriendjes uitgemaakt. Ja. Dus niemand heeft mij ooit nog gedumpt, zeg maar. Moet je bij Melanie zijn voor de echte break-up. Ja. Bij mij was het zeg maar zo dat ik op een gegeven moment gewoon bij mijn vriendjes niks meer voelde. Qua liefde of in ieder geval het hoefde van mij niet meer. Dus ik maakte het dan uit. En ik kan zeggen, dat is misschien nog moeilijker dan dat het bij jou wordt uitgemaakt. Jij gaat iemand echt pijn doen en dat is echt verschrikkelijk rottig om te zien. Maar op sommige momenten moet je gewoon goed nadenken van, wil ik dit nog? Is deze gast waar ik mee ben iets waar ik voor lange tijd mee wil blijven? Of gaat het gewoon niet meer? Dan moet je gewoon allemaal vragen in je hoofd gaan stellen en dan ja, op een gegeven moment gewoon een punt maken van, is dit wel of is het niet? Mijn eerste vriendje had het toen met mij uitgemaakt en ik was daar echt toen kapot van, want het was de eerste keer. Dus nu heb ik het met mijn relatie uitgemaakt, de vorige relatie, en dat was best wel
heftig. Ja. Ik vond dat heel erg moeilijk. Ik ben sowieso al geen persoon om iemand te kwetsen. Of dat ik een persoon ben dat ik heel veel praat erover. Of makkelijker praten ben. Dus dit was voor mij wel een grote stap, zeg maar. Ja. Je leert er heel veel van. Ja. Je leert ook heel veel van jezelf. Maar ook wel van anderen. Ja, een break-up is nooit leuk. Ja. Maar ja, je leert er wel heel veel van. En in het begin doet het even pijn. En je moet gewoon even doorzetten. Maar uiteindelijk kom je er zelf weer een stuk beter uit. En dat is echt zo. Ja. Laat in de reacties achter wat jij voor het eerste keer spannend vond. Yes. Laat het ons weten. En laat vooral ook in de reacties achter wat jij als volgende onderwerp wilt in een nieuwe video. Wil je nou meer van ons zien of vriendjes worden met ons op social media? Op bijvoorbeeld Instagram, Twitter, Snapchat. Onze namen zijn Melanie Koolster, Lisa Koolster. Yes. Dus volg ons daarop. Wil je nou de lifehacks weten van ongesteldheid om deze periode gewoon wat makkelijker doorheen te komen? Check dan vooral even onze laatste video hieronder. Of klik op deze video hieronder om onze beschaamde oude awkward video's terug te zien. Awkward! En dan zien we je volgende week weer met een nieuwe video. Yes. Doei! Doei.